Helaas zijn we alweer bij de laatste brievenbus van dit jaar aanbeland. Maar we hebben nog een aantal berichtjes, dus die ga ik weer eventjes behandelen. Even kijken. Het eerste berichtje dat is van een gebruiker genaamd Live Views. En die schrijft, en dat was geplaatst bij aflevering 8, als ik me niet vergis. Echt de beste aflevering tot nu toe. Ze zijn natuurlijk allemaal supergoed, dankjewel. Maar deze vond ik de leukste. En nog een pluspunt, dit jaar is de attractietest weer terug. Superleuk, want dat is mijn favoriete onderdeel. Succes nog vandaag. Nou, dankjewel en ik ben blij dat het bevalt dat de attractietest weer terug was dit jaar. Dankjewel. Dan hadden we een berichtje van Laszlo, die schrijft... Kijk, hier nog een berichtje, omdat jullie het zo leuk vinden om berichten te krijgen. Nou, dat vinden we zeker leuk, dus dankjewel. Dan hebben we nog Richie. Die schrijft, leuk programma, ik word toch nog op de hoogte gehouden van de kermis terwijl ik op vakantie ben. Nou, allereerst natuurlijk prettige vakantie nog en fijn dat het programma bevalt. Maar als u kunt zien waait het nogal, maar we doen ons best. Dan hebben we nog even kijken, dat was van Jesper Hoekstra. Die had een filmpje gemaakt en die schrijft, ik heb een sfeerimpressie gemaakt van de Tilburgse kermis 2015. En was benieuwd of jullie deze konden gebruiken. Nou, ik heb het filmpje bekeken en het ziet er goed uit. Dankjewel voor het doorsturen. En als jullie het ook willen zien, zoek dan eventjes op YouTube naar Jesper Hoekstra. Als je zijn naam intikt, dan komt het filmpje er meteen uit. Dankjewel. Dan hadden we nog, even kijken, Mike Mulder. Die schrijft... Ik was de jongen van vrijdag toen jij de poliep stond te filmen en toen ging ik per ongeluk ervoor staan. Je zei dat is niet erg, maar vond je het echt niet erg? Nee, dat vond ik echt niet erg, Mike, want op zo'n drukke kermis dan loopt er altijd wel iemand voor, maar dan doen we het gewoon even opnieuw. Geeft niks. Dankjewel voor je berichtje. Dan het laatste berichtje alweer, even kijken, dat is van... we hebben er nog twee, sorry. Bart van Iersel, die schrijft... Hoi Edwin, ik had een vraag. Wat is jouw lievelingskermis? En dank je wel voor de leuke video's van de Tilburgse kermis 2015. Nou, graag gedaan Bart. Fijn dat je ervan genoten hebt. En mijn lievelingskermis... Ja, elke kermis waar we geweest zijn dit jaar is leuk natuurlijk. Maar er gaat natuurlijk niks boven de Tilburgse kermis. Dat is een heel avontuur. Dank je wel voor het berichtje. Dan nu wel het laatste berichtje. Dat is van Clint... En die schrijft, hey Edwin, ik ben eens benieuwd wat jouw lievelingsattractie is op de Tilburgse kermis. Ja, dat vroeg eerder deze week ook al iemand. En ja, dan zeg ik hetzelfde wat ik toen ook zei. Dat alles is leuk op de Tilburgse kermis natuurlijk. Maar de nostalgische kermis, omdat dat leuk is voor jong en oud. Ja, dat vind ik dan toch het leukste, want daar heeft iedereen iets aan. De hoge snelle dingen, ja, daar durft misschien niet iedereen in. Maar voor de nostalgische kermis is er voor iedereen iets, jong en oud. Dan vraagt Clint ook nog, ben je ook ergens in geweest? En nee, daar ben ik niet, want ja, zou het graag doen. Maar ja, ik heb er gewoon geen tijd voor. We zijn heel de dag, dag en nacht met het programma bezig. Dus komt er niet meer van sinds dat ik het programma maak. Dan schrijft hier ook nog bij, succes morgen. Dat is vandaag dus met helaas de laatste dag van de Tilburgse kermis. Geniet er nog extra van alle attracties en de gezelligheid op de kermis. En tot volgend jaar. Nou, dat gaan we zeker doen. En ik hoop dat jullie ook nog van deze laatste aflevering genieten. Dankjewel voor je berichtje, Clint. Ja, dat was de brievenbus dus voor dit jaar. Het zit er weer op. Ik wil iedereen die ons een berichtje heeft gestuurd heel erg hartelijk bedanken. En ook iedereen die aan ons programma heeft meegewerkt. Met name Valerie. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dankjewel. En natuurlijk Bert van Houten en Paul Spapers. De medewerkers van Café Hoegaarden en van het Markiezenhof. Ook allemaal hartstikke bedankt. En natuurlijk alle kijkers van het programma. En ik hoop dat we er volgend jaar weer zijn. Ook met de brievenbus natuurlijk. Dan gaan we nog één keer... naar een nieuw kermisverhaal van Paul Spapers vanuit het Markiezenhof.